Voor de laatste wedstrijd trokken we naar KTSV Eupen, dat gastheer was voor het Nederlandse Bevel. Eupen stond voor aanvang op een negende plaats met 7 punten, waar de Nederlanders net voor dit Eupen stonden met 7 punten. Een belangrijke pot voor beide teams dan, waar de thuisploeg bij winst op gelijke hoogte kon komen. We gaan naar een 12 tegen 12. Het is Bevo dat een kloofje weet te slaan en zo moet Eupen vol aan de bak in de tweede periode. Het staat 16-19 achter. Bevo vergroot dan de voorsprong, 18-23, maar gesteund door die geweldige achterban is het Eupen dat langzaam maar zeker de achterstand wegwerkt. 26-27. Heerlijke pot daar waar de aanwezige supporters het stilaan niet meer weten, want dit Eupen gaat er op en over in het slot van de wedstrijd en komt zo na deze zege op gelijke hoogte van dit Bevel. Het wint met 33-31. Wir kamen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel. Es war sehr hektisch, aber wir wussten, dass wir zu Hause 60 Minuten alles auf den Platz legen müssen. Und dann haben wir immer eine Chance. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht und sind belohnt worden. Ja, das gaan we analyseren. Ik denk dat het eerder misgaat, want je staat 5 voor. En je komt van 5 naar 0, dus daar gaat het ergens mis. Want volgens mij kwamen ze na een minuut of 10 al wat meer terug. Ik denk dat we heel veel moeite hadden op een gegeven moment met het verder uitbreiden. We hadden kans om op 6, 7 te komen, dat doen we niet. Vervolgens komen hun wat terug, gaan we wat kansen missen, we worden wat onrustiger. Onze dekking stond niet op dat moment wat minder. Ja, en als je dat bij elkaar optelt, zijn zij natuurlijk heel ervaren en maken daar goed gebruik van. Toute la victoire font du bien, mais bon, je leur avais dit dans le vestiaire l'année passée, on s'était ramassé deux belles défaites contre Bevo, c'est une équipe qui ne nous réussissait pas trop. Et bon. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est une équipe très complète qui prend les points qu'elle doit prendre contre les équipes à sa portée. Et on a vu au début de match qu'on avait de grosses difficultés dans l'axe central en défense. Pullman venait mettre ses buts trop facilement. Les arrières venaient mettre leurs buts sans contact. On était vraiment, en tout cas défensivement, pas bien, quoi. On avait vraiment de grosses difficultés.